Hi, ik heb de Pore Perfecting Primer. Ja, dit is het doosje. Niet dat je er wat op ziet. Van de Revolution. Dat is dan deze. Oké, hallo. Als je hem openmaakt, dan zit daar een afdekdekseltje in en een spateltje. Die we nooit gebruiken. Hoe voelt hij? Hij lijkt iets stugger dan die van Catrice. Nou, ik heb een droge huid. Ik heb niet heel veel poriën. Maar ik vind het wel fijn als hij een klein beetje blurt. En misschien ook de textuur een beetje vermindert. Maar het zit echt goed. Geen problemen mee. Het spateltje ga ik niet gebruiken. Want dat, nou ja, goed. Het afdekdekseltje gooi ik weg. Het spateltje zal ik even hier bewaren. Wat vind ik ervan? Ja, ik heb niet heel veel poriën, dus ik weet het niet precies. Proberen. Zo duur is het niet. Hij is wel wat dikker. En hij plakt wat meer dan die van de Catrice. Maar het ziet er wel goed uit. Het is niet heel mat. Meer kan ik er niet over zeggen.